Goedenavond, welkom bij dit webinar over hoe maken we CO2 of gebouwen CO2 neutraal. Dit is een bijeenkomst van de KNW, georganiseerd naar aanleiding van een belangrijk rapport van de organisatie ESEC, European Academy Scientific Advisory Council, waar ik zoiets meer over zal zeggen. We zullen het hier vooral hebben over de vertaling van de aanbevelingen van dit rapport naar Nederland. Mijn naam is Wim van Saarloos. Ik zit hier vooral omdat ik betrokken ben bij de organisatie ESEC, zoals ik zal aangeven. En Richard van der Zanden, de medegast hier van vanavond, is ook bij de werkgroep van ESEC betrokken, bij het steering panel van ESEC. De opzet van vanavond is dat zo dadelijk eerst een korte inleiding zal zijn, in het Engels overigens, over dit adviesrapport. En daarna zullen drie sprekers vanuit Nederland, elk vanuit hun eigen perspectief, op het rapport reageren. En daarna is er een open paneldiscussie voorgezeten door Richard van der Zanden. Tijdens het webinar kunt u ook vragen stellen via de Q&A. We vragen u om uw vragen zo duidelijk mogelijk, zo kort mogelijk, bondig te houden en aan te geven aan welk van de sprekers u de vragen wil stellen, want de sprekers kunnen ook tijdens het webinar al vragen voor u beantwoorden. Mogelijk zullen we ook sommige vragen straks meenemen in de paneldiscussie. Dat wat betreft de inleiding. Ik ga nu heel kort even iets vertellen over ESEC en geef dan het woord aan Bill Gillett van de ESEC-organisatie. Ik zal mijn scherm delen. ESEC is een organisatie van Europese academies en KNW is daar een belangrijk lid van. We zijn daar zeer actief in de organisatie. U moet zich dus voorstellen, het is een organisatie van de academies in Europa, waarbij we niet vasthouden aan de EU-grenzen, maar ook Noorwegen, Zwitserland en Engeland inmiddels, als niet-EU-lid, zijn erbij betrokken. We richten ons op advies vanuit de wetenschap op het gebied van beleid, science for policy in het Engels, gericht op Europa. Ik wil benadrukken, het is een onafhankelijke organisatie. Het is geen lobbyorganisatie, we krijgen geen geld van externe organisaties. Het wordt gedragen door deelnemende academies. U ziet hier de drie programma's van ESEC die voor ons van belang zijn. Dat is allereerst biosciences en u zou daarbij kunnen denken public health. Een energieprogramma. En een environment, en dat is tegenwoordig sterk gericht ook op het klimaat, een programma. Hoe werken die drie programmalijnen? Er zijn drie steering panels, voorgezeten door een wetenschapper. En ik heb hier aangegeven op het gebied van de biosciences en public health, zullen velen van u de naam van André Knotnieris kennen, die ook eerder voorzitter was van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Ikzelf ben voorzitter van het Energy Steering Panel en Richard van der Zanden, die ik al noemde, is ook lid van dit panel. En u ziet als derde naam bij het Energy Steering Panel Bill Gillett, die zo dadelijk tot ons zal spreken. Op het gebied van het milieu is een van de belangrijke leden vanuit Nederland is Louise Vet. Velen van u kennen haar ook in de discussie over de bio-energie of biomassa voor energieopwekking. De steering panels komen twee keer per jaar bijeen en ze houden zich met name bezig bij het selecteren van de onderwerpen waarover wij adviesrapporten of commentaren willen uitgeven. Adviesrapporten zijn projecten vaak van zo'n 1,5 jaar, waarin we wetenschappers bij elkaar brengen in een werkgroep en die een adviesrapport schrijven. En het rapport van vandaag over decarbonization of buildings is een belangrijk voorbeeld daarvan. De steering panel schrijft niet de rapporten, maar stelt wel vast de samenstelling van de werkgroepen en het onderwerp en richt zich vooral ook op de impact of het verspreiden van de opbrengst van deze werkgroepen en de adviesrapporten. Ik wil ook graag benadrukken dat de rapporten voordat ze uitgaan aan een uitgebreide reviewprocedure worden onderworpen. Dat eigenlijk alles wat ik van ESEC wil vertellen. Hier ziet u een aantal van de rapporten die hier zijn uitgebracht. En rechts het belangrijke rapport wat we in juni hebben uitgebracht over decarbonization of buildings. En
Dat is de aanleiding voor vandaag. Zoals ik aangaf, ISEC richt zich op Europa. En we zullen straks vooral vertalen de implicaties van dit rapport naar Nederland. Wat het betekent, wat de impact is, maar ook wat de uitdagingen zijn voor Nederland. En die zullen, zoals u ziet, zal zien, groot zijn. Mijn eigen samenvatting van het rapport was eigenlijk altijd alle hens aan dek voor Europa en voor Nederland. Ik wil nu eerst Bill Gillett uitnodigen. I would like to invite Bill Gillett to now take the screen. I will stop my own screen sharing, so that Bill can now take the screen and tell us about the report which he released in June. Well, thanks for Bill. Thanks for joining us, and please go ahead. So, good evening, everybody. Can you hear me? Sure. Yeah, good. So it's a great privilege to be here this evening to talk to you about this report. You can download it freely from the internet, from the ESAC website, and I hope you will find it useful. As Wim was suggesting, these reports are produced for Europe broadly, and not everything will be directly applicable in the Netherlands, but I'm sure much of it will be. So the aim is to advise on policy. Policymakers are our primary target, but also all the other stakeholders in the sector who influence or are influenced by the policy. Our working group for this particular report had 19 members from 17 countries and a broad basis of expertise, from building design to social science to life cycle analysis, health, and many things. And it was the first report that we ever had to produce completely virtually. We started in May 2020, and we did everything by Zoom and email, which was quite a remarkable experience. We involved the European Commission experts from the beginning. We had a workshop with people from different directorates general of the Commission and from other bodies like the Vienna City Housing Europe, which deals with all the social housing associations across Europe. And before we could publish, it was reviewed independently by 13 peer reviewers and endorsed by all the ESAC member academies, including, of course, the Netherlands Academy, KNAW. Why are buildings so important for reducing or decarbonizing our emissions? What's the reason? Well, buildings produce about a quarter of all the EU's greenhouse gas emissions. And two-thirds of these come from residential buildings and about one-third from non-residential buildings. Over half of the emissions are produced directly on site by burning fossil fuels. And we hope that's a situation which will change, of course, as we phase out the fossil fuels. And just under half of the emissions are produced what we call indirectly. So they are produced by generation of electricity, again, often using fossil fuels, and also by district heating, that district heating which is not yet decarbonized. So you can see the big quarter sitting here. Final energy consumption in the buildings, what do we use it for? Well, mainly for space heating. That's the biggest application. But the demand for cooling is growing. And as we move from fossil fuels to others for heating, to clean fuels, so we will have to also think about decarbonizing, and with greater emphasis, the other demands, which include, of course, cooking and lighting and water heating, etc. And these will have to be supplied by low carbon sources. The final energy consumption in the residential sector is quite important. As we said, that's a major part of the overall picture. And if you look at this, you see the big component here today from natural gas. And as we phase out fossil fuels, that will have a big impact on how we heat our buildings, because gas will have to be replaced, and probably by electricity using heat pumps and by renewable heating. So we're going into what we call an energy transition from now to 2050. And
it's not that we want to renovate everything at the end of the road. We need to get started now. And it brings the potential to create more jobs as we go forward. We need to phase out the fossil fuels. And that implies a big increase in the availability or the production of renewable electricity. And that will involve not just more generation, but also enhanced grid infrastructure and new thinking about managing flexibility on electricity grids. Because as we move to renewable supply, particularly wind and solar, then the flexibility management, because the energy will be going up and down during the time, this becomes more important. So heat storage and other demand management and these kinds of things become very important. We also will need to accelerate building renovations to deliver near zero operating performance of buildings. But as we renovate, it's not just the operating energy that's important. And the report puts quite a lot of emphasis on the embodied emissions. I'll come back to those in a moment. And that will involve the need to change policies a bit and to adapt our regulations and to rethink the financing. We need to encourage the building industry to modernize, but the benefit of that will be the creation, we estimate, of something in the order of 3 million more jobs across Europe if we do this well. So what are the options for reducing fossil fuels in buildings? Well, the first one is to improve what we call the building envelope, the structure, by insulation, by installing energy efficient lighting, by reducing drafts, by sealing up the building envelope in a suitable way, to improve ventilation control, because one of the big risks when you reduce drafts is that you end up with a building that is inadequately ventilated. So good ventilation where it's appropriate, also with heat recovery in the ventilation system. And of course, as we insulate, we need high-performing windows and doors, and bigger windows can provide the benefit of daylighting, which of course reduces the consumption of electricity for artificial lighting. As we go further south, but also even in the north of Europe these days, cooling is becoming a more and more important element of our energy consumption in buildings. And we need to look at that in not only just putting in cooling systems, which consume energy and are not particularly attractive from many respects, but also by installing shading systems and managing with natural ventilation control to limit overheating. And of course, installing more efficient heating, ventilating, and air conditioning systems with good control systems and building automating and control systems. That was the demand side. Now let's just take a moment to look at the supply side, using decarbonized energy supplies. So I mentioned already renewable electricity with heat pumps, together with heat and electricity storage in batteries. And there is quite a discussion in the report of the linkages, the interactions between the building sector and the transport sector. As we have more and more electric vehicles with batteries in them, we can use those batteries as part of our whole energy management. And the European Union published last year a very interesting strategy for integration of our energy supplies, so that we don't think in silos about electricity here and gas here and solid fuels there, but we integrate demand and supply and the different fuels in a more coherent way, and that can be much more efficient. We will also see solar water heating, maybe less in the north, a little bit more in the south. Geothermal space heating, including, of course, not only the higher temperature ones, but also using ground-coupled heat pumps. Biogas, where that's available. And we discuss a bit also the big issue of hydrogen, which may come up again this evening, I suppose. There is a big ongoing debate about hydrogen, what's going to happen with that. I think in our report, we concluded from our analyses that the costs of hydrogen are likely to make it uneconomic for space heating. The reason being that you produce hydrogen most cleanly with electrolysis of water using renewable electricity.
And if you can use that electricity directly with a heat pump for heating the building, that's more overall efficient and therefore cheaper than converting to hydrogen and then burning the hydrogen. There may be hydrogen imports, and there may be some hydrogen produced using the natural gas as a resource together with carbon capture and storage, but that's a bit further down the road. We're not very confident that carbon capture and storage will be commercialized in the time frame that we're worrying about. What time frame am I worrying about? I'm worrying about the time frame of the Paris Agreement for overshooting the 1.5 degree of climate warming. And if you look at the IPCC report from this summer, this is not decades. This is really very, very soon. And therefore, we've got to be looking at technologies and options which we can bring in over the next few years, not the next 20, 30 years. We need to be moving very soon. District heating can be supplied with renewables. That's another supply side part, heat pumps, solar. And there will be opportunities in this integrated approach to use excess wind energy when we have it, wind electricity, to store it as heat and to use it in district heating systems. So I think we'll see not only electricity storage, but heat storage. And we discussed that in the report. And last but not least, of course, the Netherlands was a leading country in the photovoltaic sector some years ago. We've been a bit overtaken these days by the Chinese, but PV on our roofs and walls is still an option which can be very helpful in this context. We need to have a building industry which expands, and we need to modernize it using circular business models. We need to look at creating better, higher quality jobs and delivering the buildings with a higher quality of construction. Because one of the problems is that the designer designs a good building, but it's not actually built in that way. So the renovation wave, which is proposed by the European Union, could create a lot of jobs, but we need to make sure that they're targeted in the right way. And what does that imply? Well, training and skills development on the one hand, but also, and here the Netherlands is another leading country, if you think about your Energiesprong initiative, prefabricated building components made indoors allow you to have a gender balance in your workforce, to bring a whole new group of people into the building sector to be involved in the creation and development of more energy efficient buildings. I think that's quite exciting. Public funding, we talk a little bit about that. What money is put in should be used to trigger, leverage, and de-risk the financing for the more expensive energy renovations. And there is a lot of experience emerging now of doing this in a good way so that we target the subsidies and we use what's called project development assistance. We cluster a number of projects together under an umbrella, perhaps with a town or a regional authority, so that we can somehow get the economies of scale and the interest of the big investment communities. The European Investment Bank has been very active with their ELENA initiative on project development assistance. Energy poverty is a big issue. If we look at the Green Deal, we've got a massive push now to address the fact that if we're going to decarbonize, we have to address the challenge of people who do not have enough income to pay the extra costs of that. And the Social Climate Fund is on the table for that. And I hope that the Netherlands will pioneer a bit the working of that. We emphasize in the report very early on the importance of health and well-being, because this is really a driver for investment. And it's also crucial to getting the buildings properly renovated. So a good energy efficient renovation can give you better indoor air quality, daylighting, can stop the overheating if it's well done. If it's badly done, you can create more overheating. So it's extremely important that that issue is properly addressed. We talk about that in the report. And of course, the recent experience with COVID emphasizes the need for access to outside space. And if we raise the quality of life and the value of properties in a whole neighborhood, then that helps to justify the investments. We do emphasize that as you go over time, you emit more and more and more.
And if you then perform a renovation, you very quickly get involved in embodied emissions in the cement, the steel, the plaster, the different materials that you put. And then after that, your rate of emissions will level out. But there is a period when there will be increased climate warming because you're going up above the business as usual line. And so it's very important that this period is kept under control. And for that reason, the report emphasizes very strongly that we must regulate and look at how the embodied emissions are being managed in the whole building sector so that this period does not extend beyond the time that it takes to overheat the climate by 1.5 degrees. So we need to invest in no regrets options, and energy supply infrastructure is one of those, stopping the fossil fuel subsidies, investing in spatial and network planning, and avoiding stranded assets. And gas is going to be something that has to be phased out. So we have to think very carefully about investments in gas infrastructure. Carbon sinks are really important. Timber is a good carbon sink. And if we can keep the carbon in the timber in the building, that's a good way of maintaining the carbon on the ground and out of the atmosphere. But there is a risk that burning wood from whole trees can, especially if that wood has a long carbon payback period, and we use that in district heating systems or in other energy supply side activities on a large scale, we can actually shoot ourselves in the foot because we do take it out of the sink and we burn it and put it straight into the atmosphere. So the report also picks up on this issue, which Wim van Daalhuis just mentioned was also part of ESAC's earlier work on the use of forest biomass. So to conclude, and I realize that time is ticking on, we have 9 key messages. We need to phase out fossil fuels urgently to integrate the supplies of electricity and heat for the 3 main sectors, buildings, industry, and transport. And we have also to think about carbon capture and storage. And this will be addressed in a month or so's time towards the end of the year in a 3rd package by the European Union on gas. And I'm very interested to see what they're going to say. And of course, I'm very interested to hear what you're going to say and what you're going to do in the Netherlands with gas in the future. Grants and incentives, we need to manage that financing so that it gets targeted on energy-related building renovations. As I say, we need to regulate the levels of embodied greenhouse gas emissions in building materials and components. And the report recommends that this is done per square meter of building area and properly documented so that everybody knows what is the embodied emissions going into a building. We need to refocus the building regulations and certification schemes and incentives so that they do really operate with nearly zero greenhouse gas emissions. I mentioned health and well-being. This is we anticipate an important driver to double or triple the rates of renovations that are needed to deliver the decarbonisation that we're aiming for. And they should be, they can be achieved, these objectives of health and well-being, by improving air quality, access to daylight, draft reduction, particularly stopping overheating and greenhouse gas emissions. We need to encourage, and I use the word to champion, to highlight, to make very well appreciated the public authorities and the cities that do facilitate and support the commitments to decarbonize buildings and to reduce energy poverty. And this will be something which needs to be approached at a national level, but also at a local or regional authority level, the Social Climate Fund. We need to expand and modernize the building industry to get this 3 million high quality jobs. And there is also European funding for that in the Modernization Fund. We need to improve for building owners and professionals access to certified data on the embodied emissions of the materials and the components and on the final energy consumption. I'm quite excited that the Commission seems to be picking up this move now from the rather more confusing primary energy consumption to focus on final energy consumption, which is what you and I have to pay for when we pay our energy bills. And I think that should make more transparent
how much we're using and how much we're moving forward in reducing our emissions from that, from our buildings. And then, of course, there's a massive amount of legislation to be updated. Some of you will have been watching the Fit for 55 package. I'll come to that in just a moment. The Renewables Directive, Energy Efficiency, Emission Trading, Construction Products Directives, the taxonomy, all these things are being updated. And we're waiting now, end of the year, for the Energy Performance of Buildings Directive, which will be directly relevant to what we're talking about tonight. So the next steps, I think the European Commission made a massive step forward in bringing forward its proposals in July, revisions to the renewables with this 49% benchmark for renewables in buildings, binding increase for renewables in heating and cooling, increase per year target for district heating. The Energy Efficiency Directive has got binding targets. And there are many other changes which are proposed. And as I say, the important two things that we're waiting for now to see how it's going to go is the Energy Performance of Buildings Directive and the third package for gas. So ESAC will continue to provide scientific advice on these things. And I'm listening very much because it may influence how we go forward in our next projects. Before I close, I would just like to say, these are the people in the working group. And we're very lucky this evening to have Marlene Spiekman with us. She was a very active contributor. And thank you, Marlene, for your contributions to the preparation of this report. And I stop there, Wim. Thank you very much, Bill. In view of the time, I'm not going to take too many questions, but I would like to pose to you before we switch to the Dutch part of the session, the first question which came in from Jasper Kohl. And he said, to hurry up, with which area can we best start to implement? Can you reflect on that briefly? You can also take the chat later on, but. Yeah, I think when we look at the pie charts that I showed at the beginning, and we see that the importance of the residential sector and the important role which cities and local authorities and the social housing associations can play, where they can work together, we need to be mobilizing clusters of activity where economies of scale and economies of production of prefabricated components, etc., can benefit. So I think the report does emphasize some quite clear ways in which progress could be made relatively quickly. But it's not going to be easy and it's not going to be cheap. And we need a lot of commitment. And I think if the academies can make very clear the importance of this, not just to their colleagues, but also to the public actors, this would be a great step forward. Okay, thank you, Bill. Feel free to respond more in the Q&A on this question. And there's a second question for you as well. Thank you. We gaan nu naar het Nederlandse deel, maar Bill blijft wel aan de lijn. En Bill Gillett heeft al aangegeven dat Marlene Spiekman van TNO, senior scientist bij TNO, een belangrijk lid van onze werkgroep was. En ik ben heel blij dat Marlene vanavond ook de eerste is die vanuit haar eigen perspectief op het rapport zal reageren en het ook zal vertalen naar de Nederlandse situatie. Marlene. Ja, dankjewel Wim. Ik zal overschakelen naar mijn PowerPoint. Altijd techniek, spannend. Hij heeft even tijd nodig, zo te zien. Ja, daar is die. Ja, de techniek laat me niet in de steek. Dankjewel. Ik zal kort beginnen met een hele korte introductie van mezelf. Marlene Spiekman, ik werk bij TNO. Ik heb een achtergrond zowel in de bouwfysica als in de gedragswetenschappen. En in mijn dagelijks leven hou ik mij bezig met onderzoek naar gebouwprestaties. En dat doe ik dan ook weer vanuit zowel die context van de bouwfysica als het gedrag van mensen en probeer die te combineren. En vanuit dat perspectief heb ik ook deelgenomen aan de werkgroepen van ESAC over het rapport wat jullie hebben gezien. En heb ik ook bijgedragen vanuit het perspectief van die gebouwprestaties. En ook vanuit dat perspectief zal ik een en ander reflecteren aan de Nederlandse situatie. Nou heeft dat rapport 4 pagina's, geloof ik, met de aanbevelingen hebben we geproduceerd. Wat ik al zeg, ik beperk me tot die gebouwprestaties. Maar als je gaat kijken naar die verschillende aanbevelingen, dan zie je dat gebouwprestaties toch wel op heel veel aspecten raakt aan de issues die we bespreken. Laten we er gelijk in duiken. Ik wil even beginnen met eigenlijk de bevindingen vanuit die gebouwprestaties. Van wat is nou die boodschap? En daarna zal ik meer ingaan op van waarom is dit nou zo belangrijk?
Nou, een van de belangrijkste dingen die we hebben gezien is wel dat als je gaat innoveren, energiebesparende maatregelen gaat ontwikkelen of energiebesparende maatregelen voor nieuwbouw dan wel voor bestaande bouw gaat kiezen, gaat optimaliseren, baseer je dan op werkelijke prestaties. En kijk daarbij niet alleen naar energie, Bill zei het ook al, maar ga ook kijken naar comfort en binnenluchtkwaliteit. Die aspecten die eigenlijk relateren aan well-being en health, well-being en gezondheid van mensen. En betrek daarbij ook die embodied energy. En om dat voor elkaar te krijgen is een van de belangrijkste dingen, denk ik wel, dat we echt moeten gaan starten met heel veel te gaan monitoren. Ga monitoren wat er in die praktijk gebeurt, wat er in werkelijkheid aan de hand is. En maak die gegevens, die data ook zichtbaar naar iedereen, vooral naar eigenaren, maar ook naar ontwikkelaars van nieuwe systemen. Maak ze beschikbaar ook voor onderzoek. En als we gaan sturen op prestaties, dat zijn we eigenlijk al volop aan het doen, maar als we gaan sturen op werkelijke prestaties, dan is een heel belangrijk of een heel goed hulpmiddel zijn daarbij prestatiegaranties. En ze bestaan al, ze worden al toegepast, maar eigenlijk alleen nog maar op energie. Maar laten we prestatiegaranties ook gaan focussen op die health en well-being aspecten, de comfort en die binnenluchtkwaliteit. En laten we ook die financieringsconstructies en die subsidies gaan koppelen aan die garanties, aan wat er in de praktijk echt gebeurt. En uiteindelijk kan ik me ook voorstellen dat we ook regelgeving zullen moeten gaan koppelen aan wat er in de werkelijkheid gebeurt. Want hoe zit dat nou op dit moment in Nederland? Als wij in Nederland kijken naar gebouwprestaties, dan hebben we het eigenlijk alleen maar over energieprestaties. Nog niet naar comfort, binnenluchtkwaliteit. En we hebben het ook eigenlijk alleen maar over theoretische prestaties. Eigenlijk kijken we bij energieprestaties vooral naar die NTA 8800. Voor ingewijden, dat is de methodiek die we eigenlijk gebruiken om te toetsen of gebouwprestaties voldoen aan onze bouwregelgeving. En bij die NTA 8800, die theoretische toets, die prestatietoets die we hebben, hebben we een hele grote disclaimer gemaakt. Eigenlijk is die alleen maar bedoeld om gebouwprestaties te toetsen aan bouwregelgeving en om een energielabel mee te bepalen. Maar we weten allemaal, en dat zien we ook steeds meer gebeuren, dat die theoretische prestatie gebruikt wordt als ontwerptool. En we zien dat de keuzes voor maatregelenpakketten, hoe ga ik mijn gebouw renoveren, dat die gemaakt worden op die NTA 8800. Dat die optimalisatie daarop plaatsvindt. Maar ook als we productontwikkeling doen, hoe kan ik mijn ventilatiesysteem of mijn verwarmingssysteem verbeteren, zodat die beter presteert. Ook dan tweaken we hem eigenlijk naar al die aspecten die in die theoretische prestatie zitten. En we kijken eigenlijk veel te weinig naar wat er in de praktijk gebeurt. En dus de gevolgen zijn, we optimaliseren op de theorie en niet op de praktijk. En we zien eigenlijk weinig incentive om ook vanuit die praktijk te leren. En dat heeft het gevolg dat we onze investeringen in die nieuwbouw en in die renovatieconcepten suboptimaal inzetten. Nou, hoe zit dat nou? Dit is een grafiek die ook in ons rapport zit, een prominente plaats heeft. En dit is deze grafiek komt uit een onderzoek van een Nederlands promotieonderzoek van al een tijdje geleden. En laat eigenlijk heel goed zien wat er aan de hand is. Wat je hier ziet is voor de verschillende labels, A, B, C tot en met de EFG, gebouwlabels van woningen, de gemiddelde gasgebruiker van de woning. En die donker oranje staafjes laten eigenlijk het gemiddelde gasgebruik van woningen zien zoals het label voorspelt. En die licht oranje staafjes laten het gemiddelde gasgebruik zien van woningen zoals die in werkelijkheid optreedt en wat op de meterstand af te lezen is. En we zien een heel groot gat tussen die theorie en die praktijk. Bij slechte labels, die EFG-labels, die niet zo zuinige woningen, daar zien we dat in werkelijkheid er veel minder gasgebruik is dan dat het label voorspelt. Terwijl als we naar die andere kant gaan, naar die AB-labels, dan zien we eigenlijk het omgekeerde. Dan draait de puzzel zich om en dan zien we eigenlijk dat die woningen wat meer energie gebruiken dan het label voorspelt. En de consequentie is dus ook dat als jij gaat renoveren van een F-woning naar bijvoorbeeld een A-woning, dat die werkelijke besparing die je hebt in de praktijk veel kleiner is dan wat je voorspelt op basis van zo'n label. Er is heel veel onderzoek gedaan sinds dat dit bekend werd. En dit plaatje zie je overigens ook in het buitenland optreden. Er is heel veel onderzoek gedaan naar wat is nou de oorzaak. En ik heb maar 10 minuten, dus ik kan daar niet te diep op ingaan. Maar eigenlijk samengevat
komt het erop neer dat de aannames die wij doen om te bepalen wat die theoretische prestatie is, dat die niet overeenkomen met wat er nou in de werkelijkheid gebeurt. En een van de belangrijkste aspecten is daarbij het gedrag van mensen, maar het is zeker niet de enige. En een lastige complicatie daarbij is dat we ook zien dat gedrag bij die minder zuinige woningen ook anders is dan het gedrag bij die zuinige woningen. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug. Dit betekent overigens niet dat we die hele MTA 8800, die theoretische prestatie, overboord moeten gooien voor de doelstelling waarvoor die is gebruikt. Een indicatie krijgen van of jouw woning nou heel zuinig is of helemaal niet zuinig en waar die op die as ligt, daar is die methode best goed voor geschikt. Maar waarvoor we hem nu eigenlijk in grote mate gebruiken, namelijk het optimaliseren van hoe moet ik mijn woning gaan aanpakken, dan bevind je je echt op glad ijs als de methode die je daarvoor gebruikt, aannames gebruikt die totaal niet overeenkomen met wat er in werkelijkheid gebeurt. Als ik al zei, er is heel veel onderzoek gedaan sinds dit bekend werd, zowel in Nederland ook in Europa en wereldwijd eigenlijk. Ja, en wat we dan helaas zien is dat werkelijke prestaties in heel veel van die onderzoeken vaak niet gehaald worden. Een voorbeeld hiervan zien we op die plaatjes hier aan de rechterkant. Een flatgebouw gerenoveerd en in theorie wordt inderdaad hier de energetische prestatie gehaald. Maar als je gaat kijken naar het werkelijk gebruik, dan zien we dat het energiegebruik voor verwarming 1,6 keer hoger is dan we theoretisch verwachten. En voor warm tapwater zelfs 4,4 keer hoger, dus 440% hoger dan we theoretisch hadden verwacht. En hier is onderzocht van wat is daar de oorzaak van. En dan zien we inderdaad dat het gedrag van mensen heel anders was in de praktijk. De thermostaten stonden hoger, er werden veel meer ramen opengezet en er is veel meer warm water gebruikt. En dan wordt er gelijk gezegd, oké, dat komt door gedrag. Mensen moeten zich gedragen zich misschien minder zuinig in een zuinig gebouw. Moeten mensen vertellen dat ze zich anders moeten gedragen. En natuurlijk, we zien een hele directe relatie tussen dat gedrag en die werkelijke energieprestatie. Maar wat we sinds kort ook achter zijn gekomen in onderzoek, is dat er eigenlijk een heel duidelijke oorzaak is dat dat werkelijke comfortprestatie, dus die gezondheids- en wellbeing gerelateerde zaken, dat die de oorzaak zijn regelmatig van dat gedrag. En mensen worden geconfronteerd met een woning die heel anders functioneert dan hun vorige woning, waar ze vaak discomfort ervaren. Een van de belangrijkste voorbeelden is, woningen worden heel goed geïsoleerd, worden steeds warmer binnen. Mensen vinden het helemaal niet prettig om in die warme slaapkamers te slapen in de winter en gaan hun ramen openzetten. En daar hebben we veel meer energiegebruik. Ook zien we tochtklachten bij inblaas van ventilatielucht of bij roosters, trage opwarming bij lage temperatuursystemen, waardoor mensen elektrische verwarming bijplaatsen. Of überhaupt het feit dat die nieuwe systemen vaak best complex zijn om te begrijpen of automatisch allerlei dingen regelen. Die mensen op een andere manier willen en dan gaan ingrijpen en de systemen overroelen. Dus het is niet zomaar willekeurig gedrag wat mensen laten zien. Ook niet het ouderwetse rebound effect van het maakt toch niet uit. Het is echt die reactie op die werkelijke comfortprestatie. En op het moment dat die comfortprestatie een stuk beter is, kan je ook verwachten dat mensen daar anders op gaan reageren. Dus vandaar die boodschap, stimuleer die optimalisatie op werkelijke prestatie. En iets wat we heel vaak horen, maar nog eigenlijk veel te weinig doen, omdat we volgens mij nog helemaal niet zo goed snappen wat ermee bedoeld wordt, zet die bewoner nou centraal. En wat daar mijn vertaling is, voorkom dus dat die goede werkelijke energieprestatie gaat leiden tot een slecht comfort en slecht binnenluchtkwaliteit. En dat mensen dus redenen hebben om in die woning dingen te gaan doen om dat discomfort te verlagen en daardoor weer extra energie te gaan gebruiken. Dus ga optimaliseren, niet alleen op energie, maar ook op comfort en binnenluchtkwaliteit. En vergeet die embodied energy niet. Daar heeft Bill net ook al uitgebreid uitgelegd wat daar de bedoeling van is. En om dit voor elkaar te krijgen, nogmaals, ik denk dat het heel belangrijk is om monitoring te gaan stimuleren, dat we veel beter in de gaten krijgen na renovatie, wat gebeurt er dan in die woning, wat betreft energie, maar vooral ook wat betreft comfort, binnenluchtkwaliteit, dus well-being en gezondheid. En ja, die garanties, die prestatiegaranties zijn daar een heel belangrijk hulpmiddel voor, maar ga die stimuleren dat ze gebruikt gaan worden, ook gerelateerd met comfort en binnenluchtkwaliteit. Als we financieringsconstructies bedenken, als we subsidies bedenken. En de stap naar regelgeving met werkelijke prestatie is nog wat ver weg, maar ik denk dat we uiteindelijk ook daar goed aan zullen doen. Dat was mijn verhaal. Dankjewel Marleen. En ik herken heel duidelijk de bijdrage die je ook hebt gegeven aan de werkgroep. Want die zaten ook vooral langs deze lijn. En nogmaals heel veel dank daarvoor. Ik stel voor dat we gezien de tijd meteen doorgaan naar
Maarten van Poelgeest, de voorzitter van het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving. En we zijn heel blij dat Maarten onze uitnodiging heeft aangenomen om juist vanuit zijn perspectief hier ook in deze discussie bij te dragen. Maarten, ga je gang. Nou, dankjewel. Ik vind het erg leuk om hier te zijn. Ik heb verder niks met sheets, dus ik vertel gewoon even iets over waar we in het uitvoeringsoverleg Gebouwde Omgeving Klimaatakkoord mee bezig zijn. Dat is iets minder technisch, maar ik hoop wel relevant. Mijn eerste opmerking is dat net in de presentatie werd ook gezegd, een groot deel van de CO2-uitstoot zit wel degelijk in die gebouwde omgeving. Maar er is denk ik ook een andere reden waarom deze sector een soort speciale aandacht verdient. Voor heel veel mensen krijgt de warmtetransitie of de energietransitie een gezicht via hun huis of via hun auto. En dat maakt het ook in die zin relevant voor de hele energietransitie. Want als we hier dingen doen die mensen niet eerlijk vinden of die mensen niet vinden te begrijpen, dan slaat dat niet alleen terug op de aanpak voor de gebouwde omgeving, maar dan slaat dat terug op de aanpak voor de hele energietransitie. Dus het is in die zin, als het gaat over draagvlak, misschien wel een van de meest cruciale tafels binnen het klimaatakkoord. Nou, voordat ik nog even iets zeg over een recent onderzoek wat we hebben gedaan en wat denk ik goed de weg wijst voor waar we de komende 5 jaar mee bezig moeten zijn. Twee centrale dilemma's die op allerlei manieren terugkomen. En die ook niet zomaar oplosbaar zijn. Kijk, we kunnen natuurlijk niet op 1 januari 2050 de knop omdraaien en in 1 keer voor alle gebouwen zeggen, het gas stopt nu en hopelijk heb je voor die tijd iets anders geregeld, want anders heb je pech. Dat betekent dat we gefaseerd eerder zullen moeten beginnen met wijken, buurten, gebieden, waarbij woningen omgezet worden. Het probleem is echter dat op individueel niveau, als huiseigenaar of als ziekenhuis van een heel groot complex, waarschijnlijk de eerste tijd wachten toch verstandiger is. Er worden nog heel veel dingen bedacht, er worden nog heel veel dingen uitgevonden. Dus hier zit een soort spanning dat je collectief wil dat woningeigenaren of andere gebouweigenaren gericht eerder in beweging komen. Terwijl individueel de strategie van wachten en pas bewegen op de natuurlijke momenten verstandiger is. En dit dilemma dat los je niet zomaar op. Dat zullen we blijvend tegenkomen. Tweede, dat gaat erom dat we natuurlijk schaal moeten maken. Dat wordt ook in dit rapport gesignaleerd. De hele gebouwde omgeving is heel divers. Elke woning is waarschijnlijk wel weer anders dan de woning van de buren. In die situatie, waarbij en de gebouwen heel divers zijn, maar ook alle eigenaarsvormen en iedereen die daarachter zit heel divers zijn, is het heel lastig om schaal te maken. En daarin speelt een soort kip-ei-discussie. Moet nu eerst de vraag gearticuleerd worden voordat er het aanbod innoveert? Of moet eerst het aanbod innoveren om de vraag te laten aantrekken? Dat is, daar zijn verschillende geloven in. Sommigen zeggen nee, zet vooral in op innovatie en zorg ervoor dat het aanbod aantrekkelijker wordt. Terwijl er ook weer anderen zijn die zeggen, ja, dat gebeurt pas op het moment dat een vraag manifest wordt. Pas dan gaat er geïnnoveerd worden. Nou, dit komt ook op heel veel manieren terug. Dan even terug naar waar het denk ik de komende, wat een goede wegwijs is voor de komende 5 jaar. We hebben recent Ecoris gevraagd om te kijken waar staan we. Waar staan we nu en hoe zouden we verder moeten gaan? Door gewoon door te rekenen onder de huidige condities, met de huidige afspraken. Hoe ver zouden we komen om de doelstelling voor 2030 te halen? Dan blijkt dat we de doelstelling onder de huidige condities niet halen. We doen best veel, maar we komen ook nog best veel tekort. Er is dus een gat.
Dat betekent dat er aan de condities iets veranderd moet worden. De vraag is natuurlijk, wat moet er dan worden veranderd? Nou, dat zijn wat verschillende elementen. De eerste is dat blijkt ook weer uit deze studie, maar dat wisten we eigenlijk al. Het is verstandig om gas duurder te maken en misschien in ruil daarvoor elektriciteit goedkoper. Dat is een schuif, die zat al in het klimaatakkoord. Maar ook uit deze studie blijkt weer, het verder openzetten van deze schuif is verstandig. Dat moet dan wel op een slimme manier gebeuren, hè, waardoor mensen met lage inkomens daarvoor gecompenseerd worden, zodat er geen energiearmoede ontstaat. Maar als je wil dat ook het probleem van vraag en aanbod makkelijker wordt, dan is het verstandig om gas duurder te maken en elektriciteit wat te kopen. Het tweede is dat er ook gewoon aanvullende subsidies nodig zijn. De onrendabels, voor welke aanpak dan ook, zijn voor te veel gebouwen op dit moment te groot. En we kunnen dat niet voor de hele gebouwde omgeving allemaal in één keer oplossen. Het zal altijd gaan om een uitsnede waar we nu de eerste komende 5 of 10 jaar mee kunnen gebeuren. Maar als je iets van massa wil maken, dan zal je meer moeten compenseren. En dat kan door subsidie te geven voor isolatie. Het kan ook door subsidie te geven voor warmtenetten. En waarschijnlijk heb je een wat gemixt pakket nodig van aanvullende maatregelen, extra geld om ervoor te zorgen dat er meer tempo kan worden gemaakt. En dan, wat moet dan de aanpak zijn? Ook daar is veel discussie over geweest, van dat je vooral blijft inzetten op wijkgerichte aanpakken, waarbij hele wijken in één keer omgaan. Of moet je vooral inzetten op beweging langs wat dan heet het individuele spoor, dus dat gebouweigenaren op het natuurlijke moment isoleren, een hybride nemen of een combinatie van allerlei dingen. En het aardige van de Ecore-studie is dat die laat zien dat je beide moet doen. Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. En als we bijvoorbeeld praten over stedelijke gebieden met een hoge dichtheid, dan is inzet op warmtenetten voor de komende periode verstandig om in die gebieden te doen. Dat zijn collectieve systemen en die vragen ook om een collectieve aanpak. Dus waarschijnlijk in die stedelijke omgevingen is het heel goed om verder te gaan met die wijkaanpak. Een gemiddeld warmtenet heeft snel toch wel 2.000-3.000 aansluitingen nodig. Dat geldt niet op alle plekken. Maar toch, als je dat tempo wil maken, moet je daar wel aan denken. En dan zal je gebiedsgericht toch moeten zeggen, nou, over 8 jaar gaat hier die gaskraan dicht. Stapt u nou, als u verstandig bent, allemaal over op dat warmtenet. Maar tegelijkertijd, dat blijkt ook uit deze studie, is het ook verstandig om in andere delen van de gebouwde omgeving hybrides en isolatie heel sterk te stimuleren. Zodat al die eerste stappen worden gemaakt en ook op die manier CO2-uitstoot wordt verlaagd. Dus het is eigenlijk een en-en aanpak. Dat wordt in deze studie nog eens onderstreept. En wat we nu van plan zijn, is om ook aan die uitvoeringstafel te zeggen, we gaan dat ook naast elkaar met meer kracht doorzetten. Hopelijk omdat de condities beter worden. Daar waar het gaat om warmtenetten door delen van onrendabels weg te subsidiëren. En als het gaat langs dat individuele spoor, om ook te kijken hoe je allerlei individuele beslissingen collectief kan maken. Dat klinkt een beetje gek, maar er zijn misschien wel in het hele land 2000 woningen die ongeveer hetzelfde willen, kunnen we daar een contingent van maken? Kunnen we op die manier die schaal vinden, waardoor er ook iets van kostenreductie optreedt? Want dat, en dat is dan even mijn laatste punt, is echt wel mijn overtuiging. Als we uiteindelijk voldoende tempo willen maken en voldoende schaal, dan zullen we natuurlijk aanpakken moeten vinden die ervoor zorgen dat meer mensen meedoen. Maar we zullen er ook voor moeten zorgen dat er iets van kostenreductie gaat optreden. We kunnen niet alles wegsubsidiëren en we kunnen ook niet al die meerkosten zomaar bij individuele woningeigenaren of huurders neerleggen. Dus het is redelijk cruciaal de komende jaren, en dan gaat het misschien niet precies over hoeveel woningen we nou precies gaan doen, maar dat we het kunstje schaal maken, dat we dat onder de knie gaan krijgen. En daarin helpen ook rapporten zoals we die vandaag bespreken, die vanuit de techniek laten zien en wat dan effectieve aanpakken of effectieve ingrepen kunnen zijn, waar we dan de komende 15 jaar hopelijk ook die schaal mee kunnen gaan maken.
Nou, dit wou ik even vanuit het perspectief vanuit de uitvoeringstafel bijdragen. Dankjewel. Dankjewel, Maarten. Heel veel aanknopingspunten voor de paneldiscussie zo dadelijk. Ik denk dat we ze daar even voor laten. Dan ga ik nu Lisanne Havinga uitnodigen. Zij is assistant professor in de TU Eindhoven, met name op het gebied van de optimalisatie van het energiegebruik en het binnenhuisklimaat. Dus ik kijk ook heel erg uit naar Lisanne's bijdrage. Lisanne. Je staat nog op mute, Lisanne. Daar ben je. Beginnersfout. Ik hoop dat ik op dit moment in mijn presentatie zit. Heel blij om hier te zijn. En ik hoor aan de vorige presentaties al mega veel aanknopingspunten. Kan je ook je presentatie met een screenshare doen? Want ik zie hem zo klein. Ik zie hem alleen in je cameraatje. Heb je mij wel vol in beeld staan dan of niet? Nee, maar dat kan ik natuurlijk doen. Nou, dan kun je op view, speed and view klikken. Oké, ja, doen we dat. Goed, moet iedereen. Ik hoop dat het dan lukt. Ja. Nou, bedankt. Ik ben Lisanne Havinga. Ik ben Assistant Professor Building Performance aan de TU Eindhoven. En ik werk voor het nieuwe IRES, het Eindhoven Institute for Renewable Energy Systems, op het gebied van System Integration. Mij is gevraagd om te reflecteren op dit rapport. Ik heb de titel even een andere subtitel gegeven, die denk ik al heel erg resoneert bij wat de vorige sprekers hebben gezegd. Decarbonization of buildings, / integrale afweging. En in mijn pitch ga ik daar even wat dieper op in en daarna ga ik uitleggen waarom mijn visie is. De mensen die mij goed kennen, die hebben dit al wel eens een keertje eerder horen vertellen. Waarom we dynamische modellen en een supercomputer nodig hebben om de energietransitie goedkoper en kwalitatief beter te maken. Zowel voor individuele woningen als, waar Maarten net ook al over had, bredere uitrolbaarheid ten behoeve van standaardisatie. Dus in het geval van een contingentenachtige aanpak. Om eerst op die reflectie in te gaan. We zijn het allemaal eens over het doel. We moeten een CO2-neutrale gebouwde omgeving hebben. Maar hoe daar te komen, ja, tot niet al te lang geleden, dat lees je ook nog een beetje hier en daar terug in het rapport, Zero Energy Buildings, of Nearly Zero Energy Buildings en Deep Renovation, dat soort termen, die zijn er nog, maar wat dat nou per land en per context betekent om tot die integrale afweging te komen van doelen, want we weten inmiddels allemaal dat nul op de meter eigenlijk een heel arbitraire afrekening is van opwek in de zomer en gebruik in de winter. En daarom hebben we bijvoorbeeld nu bij de BEM-indicatoren ook dat los van elkaar gesplitst, zodat je bijvoorbeeld ook op je warmtevraag moet gaan optimaliseren. Nou, en bij die realiteit is complexer, juist vanwege de integraliteit van die opgave. Dus omdat koeling ook steeds belangrijker wordt, omdat het gezond binnenklimaat en impact van materiaalgebruik ook belangrijker wordt. En al deze aspecten dus geen kwestie zijn van hoe meer je isoleert, hoe beter je bezig bent. Hetzelfde geldt voor de kosteneffectiviteit van maatregelen, waar Maarten ook al even aan refereerde. Dus niet alleen nu, maar ook welke kostenreductie er te realiseren is. Maar ook laten we de euro's die we gaan investeren in de dingen die de meeste CO2 besparen. Zodat we die energietransitie kunnen versnellen. En het is ook het geval dat die warmtebron op wijkniveau, ik hoor hem nu ook al een paar keer langskomen. Dat maakt natuurlijk heel veel uit of we het hebben over een woning die staat in een all-electric wijk of in een wijk waar een middentemperatuur warmtenet is omdat daar diepe geothermie mogelijk is of omdat daar nog één grote restwarmtebron aanwezig is. Die de vraag van is hoe lang die er blijft, maar afhankelijk van de warmtebron heb je ook op woningniveau een andere integrale afweging te maken. En het is ook geen one size fits all, niet alleen vanwege dat wijkniveau, maar ook omdat woningen heel erg verschillen. Dus we hebben niet alleen die betere monitoring nodig, waar Marleen het al over had, maar ook die betere modellen om beter maatwerkadvies te geven. Nou, ik zal heel snel er helaas doorheen moeten, want ik heb ook maar 10 minuten. Maar die integrale afweging die ziet er wat mij betreft ongeveer zo uit. Als je nog nieuwe ideeën hebt, schiet het vooral door. Maar dat heeft te maken met diverse kostenaspecten, kwaliteitsaspecten, zoals comfort, gezond binnenklimaat, maar ook piekbelasting van het net, en vochtrisico's en akoestiek. Een hele waaier aan duurzaamheidsambities waar je die wilt kunnen afwegen. En andere impact, zoals impact op erfgoed of op de bewoner die in die woning moet blijven. En ook die impact op arbeidsintensiviteit van de oplossingen. Nu hebben we daar een aantal problemen met de huidige modellen en waarom we
betere modellen nodig hebben om die integrale afweging te kunnen maken. Marleen heeft ook al hier en daar een klein beetje genoemd dat op dit moment vaak de NT8800 gebruikt wordt als ontwerptool. Of de oude modellen, dus de oude energielabelberekeningsmodellen, nou, die rekenen op een maand gemiddeld klimaat. En heel veel van de aspecten die je hier voorbij hebt horen komen, zoals comfort, zoals gezond binnenklimaat, zoals piekbelasting van het net, zijn niet op een maand gemiddeld te berekenen en zijn wel heel belangrijk, ook zoals Marleen aangaf, om te zorgen dat mensen geen rare dingen gaan doen in hun woning die helemaal niet energietechnisch handig zijn. Dus je moet een echt dynamisch klimaat, niet op een maand gemiddelde, maar elke 10 minuten of elk uur het klimaat doorrekenen. En je moet met een toekomstbestendig klimaat rekenen. Ik hoop dat het een beetje leefbaar is. Daarnaast moet je rekenen niet alleen met die gemiddelde bewoners, zoals Marleen ook al zei, maar met een echte bewoner. Heeft Marleen genoeg over gezegd waarom dat belangrijk is. Datzelfde geldt eigenlijk voor die woning. We rekenen op dit moment heel vaak met een rijwoning uit de jaren 60, 70. En we doen net alsof die allemaal hetzelfde zijn. Wij hebben aangetoond dat dat helemaal niet het geval is. En dat het best wel veel verschilt per woning. Hoe ver je zult moeten gaan met isolatiemaatregelen. Om bijvoorbeeld naar een lage temperatuurverwarmingssysteem over te kunnen stappen. En de huidige modellen rekenen vaak maar een paar renovatieoplossingen door. Dus 3 of 4 of 5 oplossingen. En of je moet met de hand een oplossing gaan samenstellen. Terwijl dat eigenlijk dus maar een hele grote versimpeling van die werkelijkheid is. Want er zijn al 3 of 4 of 5 manieren om alleen al je dak of je muur te isoleren. Dit is dus een te grote versimpeling. Nou ja, daar krijg je besluiteloosheid en vertraging van. En een risico op slecht en tegenstrijdig advies. Daarom is ons argument dat je die supercomputer nodig hebt en die dynamische modellen. Zodat je eigenlijk alle verschillende renovatieoplossingen die mogelijk zijn, kunt doorrekenen voor die woning. En dat kan je natuurlijk niet voor een individueel projectje op gaan zetten. Maar als we dit landelijk of misschien zelfs uiteindelijk Europees aanpakken, dan zijn dit soort modellen waarin je heel veel verschillende scenario's doorrekent door een supercomputer, hartstikke effectieve inzet van die energiegebruik van die supercomputer om heel veel CO2 te besparen. Dan kun je dus wel die integrale afweging maken waar we het net over hadden en krijg je een soort onafhankelijke meetlat die heel veel zekerheid en handelingsperspectief geeft aan bewoners, maar ook aan woningcorporaties en aan beleidsmakers. Ik heb nog 3 minuten, zie ik, dus ik ga 1 voorbeeld laten zien. We hebben hem even op 1 woning toegepast om te laten zien wat het op zou kunnen leveren. Nou, nu moet even iedereen heel goed zijn technische bril opzetten. En ga ik uit beeld. Hier heb je de wereld van renovatiemaatregelen. Dit was nog maar een eerste versie. We zijn inmiddels al een stukje verder, maar was helaas nog net niet ver genoeg om dat te laten zien. We kunnen een hele hoop renovatiemaatregelen doorrekenen. Van isolatie naar ventilatie, naar warmteafgifte, naar luchtdichtheidssysteem. En ook die verschillende warmtebronnen overigens. Maar dat kan ik nu even niet laten zien. Maar die hebben we ook allemaal doorgerekend. En dan krijg je per oplossing krijg je daar heel veel verschillende prestaties uit. Dus hoe presteert de woning op zomercomfort, op wintercomfort, op CO2-uitstoot, op warmtevraag, op kosten. En natuurlijk ook op gezond binnenklimaat. En we zijn ook bezig om die materiaaluitstoot in die CO2-reductie mee te nemen. Nou, in de huidige adviezen zijn er 2 type adviezen die je krijgt. Die ga ik heel even laten zien en dan ga ik laten zien wat je met onze modellen eruit krijgt. Het eerste type adviezen zijn deze adviezen met heel hoge niveaus isolatie. Vaak verdergaand dan de nieuwbouweis. Dat leidt vaak ook tot veel overhitting. Leidt tot heel veel CO2 en warmtevraagreductie. Dus op dat vlak is het natuurlijk een hele mooie oplossing. En met in dit geval 93% warmtevraagreductie en bijna 98% CO2-reductie. Maar ook hele hoge kosten, zowel op de investering, maar ook op de totale kosten. Dus van die extra investering verdien je eigenlijk in die 30 jaar niet zo heel veel terug. Daartegenover staat, je hebt hele minder vergaande oplossingen. En dat verklaart meteen die tegenstrijdigheid. Dus je hebt oplossingen met hele lage isolatieniveaus, waarbij in dit geval zelfs ook een wintercomfortprobleem optrad, omdat niet genoeg geïsoleerd was. Waarbij je veel hogere warmtevraag CO2-uitstoot overhoudt. En hele lage kosten kwijt bent. En allebei deze oplossingen worden nu op dit moment ook door verschillende tools gegeven. Door dezelfde tools gegeven, waardoor mensen natuurlijk in verwarring zijn. Als je de rekenkern laat rekenen, in dit geval hebben we even wat eisen gesteld en vervolgens geoptimaliseerd op kosten. Maar die eisen hebben we best wel ambitieus gezet op warmtevraag en CO2-reductie. En we zijn nu bezig met het toevoegen van een optimalisatie waarbij je de kosten en de CO2 eigenlijk combineert en gaat kijken voor elke euro extra die ik investeer, hoeveel CO2-reductie levert me dat dan op?
En dan hebben we gezien in het klimaatakkoord hebben we daar bedragen voor. Wat vinden wij een reëel bedrag om aan CO2-besparing uit te geven? Hoe verhoudt zich dat tot andere sectoren? En dan kun je dus los van de kostoptimale oplossing kijken, als we nou wat verder zouden gaan, welk bedrag betalen we dan voor die CO2-uitstoot? Nou, in dit geval hebben we dus eerst alle oplossingen doorgerekend, een heel mooi kunstwerk, de prestatie-eisen gefilterd, waardoor je nog een stukje minder oplossingen overhoudt, en vervolgens gewoon de kostoptimale oplossing gepakt. En wat ik eigenlijk alleen even wil laten zien, omdat ik helaas nog maar 1 minuut heb, is dat die optimale oplossing die eruit komt qua warmtevraag en CO2-uitstoot best wel dicht in de buurt komt bij die rode lijntjes. Dat waren die duurdere oplossingen. Dus die gaat 95% CO2-reductie behalen op de ruimteverwarming. Nou, 95% is toch echt substantieel. 83% warmtevraagreductie. En je zit qua oplossingen echt bij de goedkoopste kosten. En bij de totale kosten zelfs goedkoper dan de goedkope oplossingen. Want de enige oplossing die over 30 jaar goedkoper is, is die oplossing met dat wintercomfortprobleem die ik net liet zien. Dus dat is natuurlijk eigenlijk geen oplossing die überhaupt niet moet afwegen. Dus hier hebben we voor 1 woning laten zien wat dat kan opleveren. Nou, dat kunnen we voor alle woningen van Nederland doen. Dan doen we dat ook parametrisch. Dus op dezelfde manier als dat we nu al die renovatieoplossingen doorrekenen, zijn we nu alle woningen aan doorrekenen. Dus zijn nu alle woningen van alle rijwoningen uit 45-90 gaan doorrekenen. We hopen dat binnenkort voor de hele woningvoorraad te kunnen doen. Dan kun je vervolgens terugredeneren welke woningen nou voor die vraagbundeling, die contingente aanpak waar Maarten het over had, in hetzelfde mandje grootschalig aanbesteed kunnen worden in het kader van standaardisatie. En dan kunnen we particuliere corporaties, bouwbedrijven met de productontwikkeling en de overheid ondersteunen met een betere onafhankelijke meetlat die veel integraler naar de opgave kijkt. Dank jullie wel. Heel veel dank, Lisanne. Een heel mooi aanvullend perspectief weer op de eerdere discussie. Ik stel voor, gezien de tijd, dat we meteen doorgaan naar de paneldiscussie. En ik wil mijn collega Richard van der Zanden uitnodigen om nu de paneldiscussie te gaan leiden. Dank jullie wel. Ja, dank je wel, Wim. Dank je wel ook voor het leiden van het eerste gedeelte. En ook dank aan de sprekers alvast. Thank you, Bill, also. I see you're still here, which is good. There are some questions in the Q&A, and also the speakers already have taken the opportunity to answer it. Maybe I'll switch back to Dutch again. Maar er wordt ook nog een vraag, en ik denk dat ik daar maar eens mee begin met die, en het komt eigenlijk bij misschien wel alle verhalen terug. Dat is namelijk het gedrag, de gedragscomponent in, laat ik zeggen, de renovatie van de gebouwde omgeving, hè, op weg naar duurzaamheid. Misschien, Marleen, mag ik jou daarbij de vraag stellen. Als je die gedragscomponent ook zou willen monitoren, hoe zou je dat doen? Want ik denk dat dat toch wel van belang is, hè, dat je daar wat betere data over gaat. En dan kan ik me dan ook voorstellen dat die dan meegenomen worden in de modelmatige aanpak van bijvoorbeeld energieprestatieberekeningen. Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja. Ja, wij monitoren gedrag op verschillende manieren. Een hele directe is natuurlijk kijken wat mensen daadwerkelijk doen. Hè. Dus, en heel veel van die gedragingen zijn vrij makkelijk te monitoren. Zoals bijvoorbeeld thermostaatinstellingen. Hoe hoog zitten mensen thermostaat? Dat kan je zelfs gewoon technisch bijna uitlezen. Iets ingewikkelder wordt het al van hoe bedienen mensen nou hun systemen. Hè. Zetten mensen ramen open? Daar zijn we ook al mee bezig, hè, met sensoren aanbrengen. Ik denk eigenlijk dat als we gaan kijken naar die correlatie tussen wat gebeurt er aan gedrag en hoe heeft dat invloed op wat er op die woningen en hoe die gebruikt worden, dat 1 ding heel belangrijk is. Het gaat niet alleen om wat mensen doen, maar vooral ook van waarom mensen dat doen. Want als je weet waarom mensen bepaald gedrag vertonen, dan kan je ook met je creatieve oplossingen daar weer op inspelen. Als je alleen maar ziet dat er iets gebeurt, dan kan er nog allerlei oorzaken hebben. Terwijl misschien als je die oorzaak wegneemt, je weer wat aan het gedrag kan doen. Dus het is een beetje en-en. Dus als wij kijken naar gedrag, monitoren we ze aan de ene kant direct, hè, met sensoren. Sensoren worden steeds goedkoper, dus je kan steeds meer monitoren in de praktijk. Maar wij monitoren ook waarom het gebeurt. Dat is wat dat betreft eigenlijk al veel ingewikkelder, maar wel heel erg noodzakelijk. Ja. En dan misschien die vraag ook doorleiden naar Lisanne. In hoeverre komt dat terug in jouw modellen bijvoorbeeld? Of zou dat nog kunnen? En is dat dan, ja, dat zal dan bijna op elk individueel huisniveau zijn, denk ik. Ja, dus je hebt eigenlijk 2 aspecten, denk ik. Ten eerste wil je
als je mensen advies geeft over hun woning, wil je ze zowel, denk ik, kunnen adviseren over wat specifiek voor hun eigen situatie een verstandige oplossing is. Maar eigenlijk is het misschien voor mensen verstandig om ze het advies te geven wat nou een goede oplossing is voor een verschillende gebruikers, omdat je gedrag ook verandert. Je krijgt kinderen, je verhuist, je wil je huis nog verkopen. Dus voor een optimalisatiestudie gaan we verschillende soorten gedrag doorrekenen. Dat doen we dan ook parametrisch. Eerst bepalen we welke gedragsaspecten hebben nou de grootste invloed. En dan hoop ik dat ik van Marleen te horen krijg, maar we gaan als het goed is samenwerken, dus ik hoop dat dat goed komt, dat ik van Marleen te horen krijg of het dan een beetje klopt als mensen daar uitspraken over doen over hun gedrag, of dat dan in werkelijkheid ook ongeveer dat gedrag zo is of niet. Maar dat je die belangrijkste aspecten van gebruikers uit gaat vragen. En op diezelfde manier als waarop ik zei van we gaan al die woningen parametrisch doorrekenen, dat je dan ook die belangrijkste gedragsaspecten parametrisch doorrekent. Waardoor je dus ook voor verschillende type gebruikers tot een optimale oplossing kunt komen. Maar los daarvan, en dat je voor die gebruiker dus ook een inschatting kunt maken voor welke energiebesparing en terugverdientijd die persoon heeft. Maar ik denk dat het qua advies ook de keuze kan zijn aan een interface om niet per se alleen het advies aan te passen op de individuele gebruiker. Bijvoorbeeld woningcorporaties zullen dat waarschijnlijk ook niet willen doen. Oké. En Maarten, volgens mij kwam het ook heel dicht bij wat jij als een van die dilemma's noemde. Hè? Dus de energietransitie komt thuis, hè, in die gebouwde omgeving. En dus die actoren, dus zeg maar de bewoners van de huizen, die spelen daarin een rol. Wat ik eigenlijk nog wel geïnteresseerd in ben, is wat de gedachten zijn om echt op te gaan starten. En hoe we dat nou moeten gaan doen. Hoe we nou heel snel, zeg maar, schaal kunnen gaan maken. Wat zijn de gedachten? Ik denk zelf dat gedragsaspect echt cruciaal is. Hè? Er zit ook nog wel een element in, dat merken we nu ook een beetje met COVID. Je moet het ook makkelijk maken voor mensen. Hè? Dus al die dingetjes die wij tegenwoordig op de vloer hebben, waardoor je eerder afstand hield. We kennen dat allemaal. Hè? Eigenlijk gebeurt dat in de gebouwde omgeving nog weinig. He, dus het gaat ook om dat gewoontes gewoon een beetje inslijten en noem maar op. Hè. Dus dat aspect zit erin. Ik denk dat daar ook nog wel het nodige te ontdekken is via onderzoek. En het andere zit er meer, ja, een beetje, hoe verleid je mensen nou om een keer wat te doen? Hè? Kijk, ik intuïtief denk ik, mensen zijn altijd bereid als ze een nieuw huis intrekken, dan slopen ze die keuken eruit. Hè. Die zetten een nieuwe keuken erin. Nooit helemaal begrepen waarom dat dan nodig is, maar dat is iets wat mensen doen. En het zou toch heel mooi zijn als de vloerverwarming eigenlijk de nieuwe keuken zou worden. He, dus dat mensen dat ervaren ook als iets van wat het comfort, wat prettig is. En juist je dan toch in je huis iets doet, nou weet je wat, leg het er maar in. En dan wordt die prijs, die wordt heel anders benaderd. Want ik heb nog nooit mensen erover gehoord dat ze hun keuken terug willen verdienen. He, die maken daar geen business case van. Dus nee, ook dit soort dingen raken natuurlijk gedragsaspecten. Dus daar is nog een hele wereld te ontdekken. En dat raakt ook wel een beetje aan. Dus eigenlijk, in de etalage moet alles uniek en op jou toegespitst zijn. Maar in de back-office zijn we natuurlijk enorm aan het standaardiseren. Dat is ook een beetje de kunst die we moeten leren. Ja, die individuele component. Misschien a question now for you, Bill, in English. From the audience, I think it's a fair question, and the ESAC report will certainly have addressed this. Why is demolition plus new construction more common than renovation, especially for offices, university buildings in this case, it is mentioned, and other non-residential buildings? Is this rational, profit-driven, or vanity-driven? I saw the question from Martin, and I've been scratching my head trying to think what it means. I mean, one point must clearly be that carbon pricing is not yet really impacting on the costs of putting embodied carbon back into the building. I mean, when you look at it, cement and things, I guess the price will start to creep up now. And as we see the new emission trading systems coming in and the carbon border mechanism coming in, we will see imported carbon becoming more expensive. But I'm pretty sure that all of these elements that you're suggesting, profit-driven, vanity-driven, there will be issues related to that. But how do we tackle it? It has to be tackled by carbon pricing, I think, is the only way.
Okay, thank you, Bill. I hope that answers the question for Martijn. I would actually like to go back to a question which was answered in the Q&A by Marlene already, but I think it's interesting also to address this more general. Marlene, you had it talk over regelgeving, and sorry, I switched to Dutch again, Bill. Yeah. You had it over regelgeving ook, and de vraag was eigenlijk, wat moeten we nou direct afschaffen aan die regelgeving? Welke regelgeving zou dan het eerst in aanmerking komen? Ik denk dat dat veel te maken heeft ook met alle policies die rondom natuurlijk die verduurzaming van die gebouwde omgeving een rol zouden moeten spelen. Ja, dat zo'n vraag kun je op verschillende manieren beantwoorden. Hè? Ik had het net iets anders geïnterpreteerd. Hè? Ik denk dat een van de dingen die we zien bij die NTA 8800 is dat die heel erg ingegeven wordt vanuit marktpartijen, hoe die er invulling aan geven. En dat geeft ook gelijk heel erg die business drive. Hè? Dus, dat is één van de mechanismes waarom je ook ziet dat die NTA 8800 heel erg als het stuurmechanisme gebruikt wordt voor die keuzes van materialen, die optimalisatie van je pakketten. En veel minder wat Maarten net ook zei van die health and well-being aspecten. Dat is op een of andere manier is dat geen verkoopargument voor mensen. Dus hoe krijgen we dat er beter in? Ik heb ook wel eens discussie met fabrikanten en die zeggen ja, eigenlijk is een woning of die maatregelenpakket in die woning is ook helemaal geen business-to-consumer markt. Het gaat niet om het verkopen van keukens, het is een business-to-business markt. En want wie kiest die maatregelen? Dat is heel vaak helemaal niet een particulier die er uiteindelijk ook in zit en ermee te maken krijgt. Het is een adviseur, het is een bouwer, het is die kiest het. En die kiest het op hele andere aspecten. En meestal kiest hij dat op basis van, oh ja, maar ik moet wel goed scoren in die NTA, ik moet puntjes halen. En dat aspect, dat is eentje die het volgens mij voor ons allemaal heel moeilijk maakt om al die andere, die waardecreatie buiten die hele techniek om op poten te krijgen. Omdat die maatregelen gewoon niet beoordeeld worden door die consument op dat aspect. Ja, en hoe je dat in regelgeving moet doen, ja, dat is dan eigenlijk een beetje de vraag. Hè? Ik weet niet of je dan iets moet afschaffen of juist iets moet toevoegen. Ik denk dat een beetje de holy grail is hoe we dat gaan doen. Hè? Want dan krijg je ook meer die mensen mee. Ga je mensen stimuleren om die waarden te zien. Hè? Die meekoppelkansen die we dan noemen. Misschien is het wel, Maarten, als jij hier misschien, heb jij hier een reactie op? Er zit toch ook iets dichterbij misschien nog beleid maken en policies? Nou, ik vind het ook, net als Marleen, ingewikkeld. Ik denk ook nog wel eens, iets simpels als we hebben ooit de katalysator in Nederland in 5 jaar tijd geïntroduceerd. En dat is eigenlijk als metafoor heel veelzeggend over hoe je ook in kleine stappen opeens massa kan maken. Want er is op een gegeven moment gewoon gezegd, nou, ik weet niet eens meer welke stof het was, maar die mag niet meer, hè, dat mag er niet meer uitkomen. Nou, de industrie had binnen 3 jaar een katalysator. En binnen 2 jaar later zat die onder elke auto geschroefd. Dus je kan ook zeggen, als het gaat bijvoorbeeld over die hybride warmtepomp, er komt een moment dat als je ketel stuk gaat, dan is er alleen nog maar een hybride warmtepomp. Iets anders is er niet. Dat wordt gewoon de standaard, zullen we maar zeggen. Dus het is aan de ene kant aansluiten op de individuele vraag, terwijl aan de andere kant je normerend wel langzaam de beweging maakt, waardoor ook op natuurlijke momenten een heleboel mensen tegelijk eigenlijk die stap zetten. Ik geloof dat er nog steeds 400.000 HR-ketels per jaar in Nederland geplaatst worden. Nou, dat is een enorm potentieel als je daar iets kleins in weet te veranderen. Dus ook de gouden sleutel wel, als jij vraagt welke beleidsmaatregel, ik denk dat het niet zo gaat. Dat het altijd meerdere dingen tegelijk zullen zijn. Maar je zegt eigenlijk regulering dus. Hè? Dat zou beter kunnen dan... Het is regulering, het is verleiding, het is subsidiëring. Ja. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden, dus dat maakt het ook wel complex. Dat soms kom je mensen tegen die zeggen, nou, ik los het probleem in de gebouwde omgeving over. Die hebben dan 1 oplossing en dat lost alles op. Ja. Nou, zonder dat ik nog vaak dan de techniek daarvan ken, denk ik, ja, maar dat kan niet waar zijn. Er is niet 1 ding.
Het is gewoon niet waar. Het zijn heel veel verschillende dingen die we tegelijkertijd moeten doen. En we hebben die 30 jaar ook echt nodig. Alleen, ja, het lastige is ook, het klinkt heel ver weg, maar je moet eigenlijk al vandaag enorm aan de gang. Ja, 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 dat snap ik. En misschien Lisanne ook over dit punt. Zou je dat nou ook in die modellen mee kunnen nemen? Dus misschien die nieuwe generatie modellen. Je staat gemute, dus je moet misschien wel unmute weer. Ja, ik ben even kijken welk aspect ik dan zou meenemen in modellen. Nou ja, het aspect van nieuw beleid en van reguleringen, dat zit denk ik nu al deels in jouw modellen, denk ik ook, of niet? Ja, dus om voorbeelden te noemen die denk ik zouden kunnen. Dus ten eerste denk ik dat het bijvoorbeeld, wat ik heel snel zou afschaffen, is dat de balansventilatie met WTW in de BEN 1 indicator volgens mij niet mee mag tellen, maar dat is meer voor nieuwbouw. Dat bij de bestaande bouw überhaupt, nou ja, we hebben nu de standaard, maar dat is alleen warmtevraag. Er wordt koelvraag niet meer meegenomen. Dat vind ik ook wel een belangrijk punt. En wat je met onze modellen bijvoorbeeld zou kunnen doen, is die trade-off, zeg maar, voor hoeveel, wat ik net zei, met die per euro extra investering, hoeveel extra CO2 bespaar je ermee. Je hebt bijvoorbeeld bij de woningcorporaties, wij werken nu met 18 woningcorporaties die met de rekenkern willen gaan werken, die 700.000 woningen in bezit hebben. En die zitten heel erg met die split incentive. Dus die zitten met, als wij een investering doen, dan komt de benefit ervan eigenlijk niet per se bij ons terecht, als het gaat om de bewoner. En we hebben kunnen aantonen dat ze met een hele kleine extra investering 40% ambitieuzer zouden kunnen zijn dan de standaard, als het gaat om CO2-reductie. En dat dus, als het gaat om euro per CO2, kun je op dat moment op zo'n manier met onze modellen wel als plekken vinden. Die als beleid zou moeten stimuleren, waar je een subsidie op zou moeten betalen. En ook als het gaat om die innovatieve oplossingen, waarvan we denken dat die over 10 jaar, dus niet alleen wat is nu de kostoptimale oplossing, maar ook ga maar vast rekenen aan de oplossingen die we verwachten dat de komende 5 en 10 jaar op de markt gaan komen. Hoe ziet het dan over 10 jaar eruit en welke oplossingen zijn dan kostoptimaal? Dan is het verstandig om die nu te gaan subsidiëren of om daar nu beleid voor in te gaan voeren om die te stimuleren. Dus ik zie een hele hoop manieren waarop wij beleid en regelgeving kunnen inspireren. En uiteraard dat de rekenkern, ons model, zou je ook in plaats van sommige regelgeving kunnen invoeren. Maar daar zitten nog wel wat haken en ogen aan. Oké. Let me switch to... thank you, Lisanne and the others. Let me switch to English again, because I think an interesting question would also be for the Netherlands, I think, Bill, and I'm addressing it to you, but maybe you can also refer it immediately to others if you think they know the answer. But how do we learn from the approaches in different countries? Is there really, let's say, one front runner in Europe, in let's say renovation for sustainability? Does the report say anything about this, you know, that there is a prime example? I mean, we highlighted some examples, particularly the Energiesprong approach in Netherlands, which I know is now already being used in France and even in the States on the other side of the Atlantic. So there are lessons in that which are potentially quite important. I mean, we did discuss the fact that as we move to more standardized products and components, we will open the risk to cheap imports coming in from Asia, from wherever. Because today our industries are quite nationalized for the building sector, and the trading across borders of products is not very high. But I guess the Netherlands, you are in the middle here, you have a little bit the possibilities to work with your neighbors. It wouldn't make a lot of sense for your industry to be working with Greece and Portugal and the south of Spain, but to be working with Germany and France and Denmark, etc., makes much more sense. So I think if anybody's going to learn anything, they're going to learn from the Netherlands. Oh, okay. No. So you're basically saying we are way ahead then of the others? I'm saying you're potentially in a very strong position to take a leadership role and to help us with this challenge. Okay. Thank you, Bill, for this answer. I'm looking at a question from Robert Dijksterhuis, but I must admit that I do not fully understand it. It's the question is,
Marleen en Maarten, if it is een business-to-business markt, wat is dan het nut van, subsidies? Hoe kan je er dan voor zorgen dat de behoefte aan subsidies afneemt? Ik moet eerlijk zeggen dat ik de vraag niet helemaal begrijp. Dus ik kijk even naar jullie of jullie hem wel begrijpen. Anders zou misschien even Robert even een korte toelichting moeten geven. Als een nieuwe vraag. Als Robert er nog is tenminste. Ik denk het wel te begrijpen, maar ja? Je weet het nooit helemaal zeker. Nee. Maar misschien kun je er dan een antwoord geven op de vraag die jij denkt. Nou, volgens mij kwam dat net voorbij natuurlijk. Dat, ja. Dat ja, als eigenaar, bewoner, als huurder, bestel je dan iets. Ja. Dat is vaak niet de praktijk, hè? Dus je hebt een corporatie onderhoudt zijn eigen woningen en die probeert met grote contracten te sluiten. Of als jij als particulier, dan komt de installateur thuis. Ja, die komt bij je en die heeft ook maar een beperkt aanbod, omdat hij misschien met een deel van die bedrijven een soort contract heeft. Dus er wordt al voordat de vraag bij jou is, is er al eigenlijk impliciet of expliciet heel veel besloten. Dus het is niet echt een consumentenmarkt. En dat klopt denk ik deels. Aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, die subsidies die kunnen wel weer de vraag articuleren. Dus jij kan een dankbaar object worden die een contract moet tekenen of wat dan ook, want dan kan iemand zijn spullen verkopen. Dus het is eigenlijk denk ik heel ambigu. Ik zou het ook niet alleen maar een business-to-business markt willen noemen. Dat element zit er zeker in. Maar aan de andere kant is het voor veel bedrijven ook een kans om gewoon hun spullen te verkopen. En dat kan een katalysator ook zijn in het versnellen. Want ja, dat motief, ik wil mijn spullen verkopen. Dus zo had ik hem een beetje geïnterpreteerd. Ja, ik geloof dat de toelichting inderdaad aangeeft dat je volgens mij op het goede spoor zit, Maarten. Die ik nu zie van Robert Eigenaar. Misschien wil Marleen daar ook nog op reflecteren. Ja, want waarom ik zei business to business in plaats van business to consumer, dat komt eigenlijk ook voort uit dat wij dat leren uit de praktijk eigenlijk niet zo gestimuleerd wordt door de markt zoals het nu is. Hè. Wij zitten met fabrikanten van bijvoorbeeld verschillende ventilatiesystemen aan tafel. En die kunnen hun product, dan zien we in de praktijk waar die producten eigenlijk het beter zouden kunnen functioneren, laten we het zo zeggen. Hè. Of we zijn met hun bezig met innovaties. Hè. We zitten vaak met hun die innovatiestappen te maken. En dan zie je dat die producten geïntroduceerd zijn, dat er best wel heel veel dingen nog aan kunnen verbeteren. Omdat we zien dat mensen het niet goed snappen, er niet goed mee omgaan, dat soort dingen. Alleen dan zijn die producten al in de markt, dan hebben ze al een NTA-score, zeg maar even, dus die optimalisatie. En dan is er eigenlijk geen incentive meer om nog een stukje productverbetering te doen. Terwijl als je bijvoorbeeld gaat kijken naar als het een televisie was of een koelkast, dan zal dat product gewoon veel minder verkocht worden als een concurrent product het beter doet. Maar bij ventilatiesystemen, er is bijna niemand die dat plusje op die ventilatieunit snapt, zeker niet de particulier. Dus die zal niet kiezen voor dat ventilatieproduct van die fabrikant ten opzichte van die andere, omdat die het in de praktijk gewoon een stukje beter doet, veel beter snapt, veel beter aansluit bij zijn wensen. Dat bedoel ik met het verschil tussen business to business en business to consumer. Dus die incentive om die verbeterstappen te maken, die fabrikant ook echt wel zien dat nodig is. Alleen ja, ze kunnen het niet. Het kost ze geld, maar ze verkopen er geen systeem meer door. Ja. Dus die verbeterslag, daar is geen incentive voor. Maar dat zie je wel weer terug in je prestaties. En dat wordt heel lastig om dat in je modellen terug te krijgen. Dus dat is echt iets wat we uit die praktijk moeten halen. En dat is dan misschien wat anders nog dan het koppelen aan subsidies. Maar als ik zeg, ga ook naar die prestatiegaranties kijken. Ga ook kijken hoe dan zo'n systeem in de praktijk functioneert. En als dat goed gaat, dat daar een soort van een koppeling met die subsidie zit. Dan zou je daar in ieder geval een incentive voor krijgen. Dat is een beetje het licht waaruit ik het vertel. Zo hebben we dat toch in het verleden ook gedaan met de HR-ketel. Zoals jij het nu vertelt. Ik denk dat in het beginsel ook het voor de consument niet helemaal helder was waarom je nou eigenlijk een HR-ketel zou moeten kopen in je volgende aanschaf. Ten opzichte van een cv-ketel? Van een gewone. Dus dat is toch ook, daar is volgens mij heel veel awareness gekweekt. En laat ik zeggen, filmpjes van, wat was het, Postbus 51 of whatever, om dat onder de mensen zeg maar duidelijk te maken. Dat allerlei voordelen biedt, toch? Dat is toch wel hoe je gedrag kunt veranderen, denk ik.
Dat is een aspect waarbij natuurlijk dat is op, als je naar een conventionele ketel ten opzichte van een HR-ketel, dat is vooral een soort van efficiëntieverschil, maar nog niet iets wat heel erg inbreekt in het gedrag van mensen. Terwijl als je naar lage temperatuurverwarming gaat, dat is heel anders voor mensen om te ervaren. Naar WTW-unit, gebalanceerde ventilatie met warmte terugbrengen, heel anders om de ramen openzetten. Dus daar zit toch wel echt een soort van schaalverschil of een levelverschil tussen. Ja, ik snap. Misschien wil ik nog een laatste puntje aanstippen voordat we in de buurt van 8:30 komen. And that actually goes back to, I think, one of the first slides of Bill, where to my surprise, I saw that indeed, that's not surprising, that heat, basically a renovation of the built environment has a lot to do with the heat, providing, let's say, sustainable heat to all homes. But there was a very, very tiny part of the disc was cooling. Now, my question is basically, and that holds actually for everybody, I think towards the future, maybe cooling, even in the Netherlands, will become more and more important, I think. If you already walk through the streets, you see many more air conditioners than I think 10 or 15 years ago in the Netherlands. So do we also take this into account, Bill? And is this something where we have to be concerned, because it basically means that the power which will be generated in the summer is going to be used in another way than to store it for the winter, let's say. I think you're completely right, and we had quite a lot of discussion about this. And the first thing is to make sure that you do everything in the design of the building to try to avoid overheating. And there are ways that architects can work on that. Thermal mass in the building is important. Nighttime ventilation to cool down buildings, we mentioned. To try to avoid doing it with electrical chillers is certainly an attractive way to go. What I think we are seeing in the urban areas are now the emerging, what they call district cooling systems, which can be much more efficient. I mean, for example, I know that in Helsinki, even right in the north, they are using district cooling. In London itself, the London underground trains, you might call the metro, are cooled with water from the river. And these kind of technologies which use, some people call it free cooling. It's not free, but it's a lot better for the atmosphere than to burn electricity. Of course, as we get more and more renewable electricity, it will become, you could say, less of a concern about carbon emissions, but it's going to become more of a concern for the euros in our pocket, because it's going to be expensive to generate all this electricity to meet the growing need. And the more we can avoid, I mean, this is the argument. Some people will say, just feed all the buildings with renewable energy and you don't have to invest in renovation. The problem is we don't have enough money to do that. And it's cheaper and more efficient to find a compromise here and to modify the frame so that the renewables goes in. And cooling needs to be cleverly and carefully thought about. And I think in the past it was not. But we are more efficient with our lighting now. So the heat given off by the lighting systems is less. And we have to think also a lot about energy efficient use of electricity in buildings, because that's part of the, especially in the commercial buildings, that's a part of the gain, the heat input to the building. But you have better experts around the table. I only do the scribbling. Everybody else puts the intelligence into it, not me. Okay, thank you, Will. Wil iemand daar nog verder op reflecteren? Ja, heel graag. Ik stond echt te trappelen. In Dutch or English? Dutch? Je mag het kiezen. Oh, maybe interesting for Will to hear it in English, sorry. Thank you. I think what is interesting to note is that the Dutch Weather Association Academy in 2016 predicted the four types of scenarios for the summers in 2015. And the worst case scenario was met in 2018 and almost met in 2019 and 2020. So the overheating here is much worse than we anticipated. I think this summer is an exception, luckily. So we will see if the trend continues. And to counteract in terms of regulations, what we use for the winter comfort is you have to be able to heat the dwelling
at a minus 10 degrees continuous temperature, which has only very sporadically, like once every 10 years, this occurs a little bit more than a few hours during the night once a year. If we would do the same for summer overheating, you would basically say that the building should not overheat when it's 40 degrees outside, which is probably an equivalent amount of, let's say, time that we will have in a year in the future as the minus 10 degrees in the winter. And we do not have any regulation on the cooling or on summer comfort. So I really think this issue can't be stressed enough. And also when I speak to the housing corporations, things like shading are currently not something they do themselves, but they let a lot of the times they let the homeowners apply it. And while this is one of these very easy ways to avoid homeowners installing air conditioning and having increased CO2 emissions. So yes, amen. I really agree with everything you're saying. I hadn't thought about the regulatory framework that you just mentioned, and we did not discuss that in the working group, and that maybe is a pity, but it could be something that we could, I mean, Wim might want to think about this. We might produce some kind of commentary on that, because I think if you're doing work on that, it would be really, really interesting to feed that into our discussions in the future. I would love to, yeah. Misschien, ik kijk even nog Maarten of Marleen, wil je hier ook nog op reflecteren? Misschien Maarten ook? Nee, niet. Nee. Marleen, heb jij nog opmerkingen hierop? Nee, ik kan het alleen maar beamen. Ik denk, er is wel iets in de regelgeving natuurlijk over overfitting. Hè? We hebben onze Theo Juli. Nou, misschien moeten we daar niet te veel over zeggen, zeg maar. Bij bestaande bouwers die niet verplicht? Bij bestaande bouwers die niet verplicht, nee, dat klopt. Dus iets gaan nadenken over hoe stimuleren we die oververhittingreductie. Dat is zeker een belangrijke, ja. Dat kunnen we alleen maar beamen. Ik kijk even rond. Er zitten nog een paar vragen in de Q&A, Lisanne. Maar misschien kun jij de tijd nemen om die even te beantwoorden. Ik wou eigenlijk gaan naar een afsluiting. Ik kijk even Wim, of jij ook bijschakelt. Ik wou in ieder geval... I would like to thank first of all Bill for being here and giving a very clear report on what is in the report. And thank you also for all the contribution in this discussion. Maarten, Lisanne en Marleen... Ook hartelijk dank voor jullie pitches en jullie inbreng. En jullie reflecties op de vragen vanuit het publiek. En natuurlijk Wim ook bedankt voor mede organiseren van dit event. En voor alle techniek. Kijk ik even naar Melle, die is er misschien in het publiek. En Bas van het KNW Congresbureau. En natuurlijk dank ik het publiek die in grote getale toch wel aanwezig waren. Dus iedereen hartelijk dank. En kijk goed naar de kalender van de KNW, want er komen weer nieuwe webinars en events. En we zien jullie allemaal weer graag terug. Dank jullie wel. Applausje.